langlevenboekwinkeltjes.nl. Alle tweedehands boekwinkels van heel Nederland zitten daarin. En je kunt dus daar gewoon zoeken naar een boek dat niet meer gedrukt wordt. Ik was een boek kwijt uit mijn jeugd. En plotseling, deze week, kwam het in me op. En er zat een gedicht in. En ik wist niet precies meer hoe het ging. En ik wist ook niet genoeg om daar te kunnen googlen. En toen dacht ik, ik moet dat boek. En ik ben het ergens in al mijn verhuizingen een keer kwijtgeraakt. Het is dit boek. Goedemorgen, Welterusten. Gedichten voor kinderen en andere volwassenen. Een hele leuke titel. Ik was 13 toen ik dit kreeg op mijn verjaardag. En de titel sprak me toen niet heel aan. Omdat ik me niet meer kind voelde. Ik denk, nou, dan ben ik die andere volwassenen wel. Ik zat in de brugklas en natuurlijk voelde je dan zelf heel groot. En ik was puber. En pubers houden van gedichten. Tenminste, als je zo'n soort puber bent als ik. En ik vond het heel fijn om een eigen bundel te hebben. Want tot dan toe waren alle gedichten die tot mij gekomen waren via andere mensen. En dit waren mijn eigen gedichten die ik zelf kon lezen en ontdekken. En het leuke is, nu ik het terug heb, eigenlijk is het heel mooi als je iets kwijt bent. Want als het dan terug is, dit boek ken ik dus alleen maar uit die tijd. Dit heb ik niet in al die jaren af en toe nog even gepakt en gezien en gelezen en geraadpleegd. Dus het is allemaal vers wat er herinneringen van vroeger zijn allemaal vers als ik dit boek weer open doe en ik zie de gedichten en de tekeningen die erin zitten. En dat maakt het zo mooi. En ik heb wel een heleboel andere boeken uit mijn kindertijd altijd bij me gehad. En zelfs opnieuw gelezen boeken van Tonke Dracht en van Paul Biegel heb ik meerdere keren gelezen. En dat is op een andere manier ook heel fijn. Die zijn ook heel dierbaar om te hebben. Maar die hebben niet die verrassing die dit weer heeft. Oh ja, zo was het toen. Want er is alleen maar toen. Bij al die andere boeken zijn er ook al die andere keren dat ik ze even gepakt heb en naar gekeken heb. Dus dat is al het mooie ding. En ik ben 's morgens. Ik heb dus die mooie bomen die voor mijn raam. En dat is in de zomer heerlijk, want dan heb ik niet die zon hier binnen. Ik heb dus ook helemaal geen zonnescherm nodig. Maar 's morgens vroeg wil ik juist wel graag even in de zon zitten. En wat ik dan doe, en je kunt het gewoon zien. Ik ga kijken of ik het je kan laten zien. Ik ga daar. Aan de overkant is de kerk. En daar op het grasveld van de kerk schijnt de zon. En daar hebben ze stoeltjes. En als de zon niet precies op de goede plek schijnt, maar op die stoeltjes heb ik zelf een stoeltje. Dus dan neem ik dat mee. En wat ik dan in de zomer doe, ik ga om een uur of 6:30, 7:30. Nee, niet 6:30. Mijn hoofd nog steeds met letters en cijfers en getallen gaat nog steeds mis. 7:30. Tussen 7:30 en 8:30 ongeveer schijnt de zon daar heel lekker. Dus ik kan daar gewoon lekker koffie drinken. Ook aan die kant is de bushalte. En ik zit daar dus te kijken aan mensen die op de bus wachten. En dan zie ik mensen naar die bushalte lopen. En toen zag ik ze op die bus wachten. En verdomd, er kwam een bus en ze stapten in. En ze gingen met die bus mee. En natuurlijk doen ze dat. En toch was er in mij iets van, oh wat fijn dat die bus daar is voor die mensen die daar wachten. En wat mooi dat ik het afzie, dat het afkomt, dat ze op de bus wachten en dat ze ook
in de bus stappen. Want heel vaak zie ik mensen op de bus wachten. En als ik er als ik er langs loop of met de fiets langs kom, dan zie ik mensen bij bushalte staan. En ik zie nooit het moment dat ze ook daadwerkelijk in die bus stappen. En nu zag ik dat zo voor mij gebeuren. En toen dacht ik, er was een gedicht vroeger over iets dat helemaal is dat gebeurd. En dat toch bijzonder was dat het zo gebeurde. En dat gedicht ga ik nu voorlezen. Dat was het gedicht dat ik zocht. Dat was het gedicht dat ik verrek. Dat stond in Goedemorgen Welterusten. Die wist ik nog wel in mijn hoofd, dat die titel. Dus ik kon het vinden. En het is vandaag binnengekomen, het boek. En ik vind het gewoon leuk, want je hebt gewoon contact met allemaal boekwinkeltjes. Dit is van antiquariaat Anna. Uit, moet ik even goed kijken. Driebergen. Dan heb ik zomaar een boek uit Driebergen. En ik wist ook nog dat er een tekening bij zat. Die ook een beetje vervreemdend kwam. Dit is de tekening. Die vind ik een beetje vervreemdend. En daarboven is het gedicht. Oké, Schipper. K. Schippers. De autobezitter heet het. En het is een vervreemdend gedicht, want het is zo normaal dat je denkt, waarom moet je daar een gedicht over schrijven? En toch raakte het me, omdat ik dacht, ja, die verrassing heb ik soms ook. Er stapt een man in een auto. Verricht de nodige handelingen voor het rijden. En rijdt daarna dan ook inderdaad weg. Dat is het. En het eerste wat ik dacht, nou ja, daar maak ik toch geen gedicht voor van. En toen dacht ik, jawel. Want ik had dat als kind ook al. Dat iets wat heel normaal is, dat je daar verrast van kunt worden, door kunt worden, dat dat gebeurt. Dus ik snapte ook nog eens een keer dat als jij een man in een auto ziet stappen en daar wat dingen zit te doen, dat die dan ook inderdaad wegrijdt. En kennelijk verwacht ik dat er iets anders gebeurt dan wat er moet gebeuren. En toen ik zo naar die mensen keek die op de bus wachten en de bus kwam en ze stapten inderdaad in de bus en reden weg. Dus eigenlijk gewoon dat gedicht. Toen bedacht ik, er zit dus iets in mij dat verwacht dat dingen anders gaan dan ik verwacht. En dat heeft, denk ik, te maken. Ik hou van over dat soort dingen nadenken. Daarom zijn gedichten ook mooi. Ik denk dat het komt omdat ik als kind, ik ben autistisch. En er ging zo ongelooflijk veel niet zoals ik dacht dat het zou moeten gaan in de wereld. Dat ik al bijna ervan uitging dat helemaal niets in de wereld nog op een normale manier zou kunnen gaan. Ik denk dat dat een soort standaard in mijn hoofd was. Dat ik de wereld niet snapte. Dat er vreselijk veel hele onlogische dingen gebeurden die ik vreselijk onlogisch vond, die iedereen heel erg normaal vond. En ik kan geen voorbeeld geven. Het was eindeloos. De reeks was eindeloos. Er gebeurde elke dag wel iets waarvan ik dacht, ja, zie je wel. En ik noemde dat vroeger toen ik klein was, toen ik nog een klein kind was, de grote mensen. En de grote mensen deden gewoon altijd hele rare dingen. En je kon ervan uitgaan dat de grote mensen dingen bedachten die voor mij niet logisch waren. Nou, ik dacht, wie heeft dit bedacht dat dit zo moet? En dat er helemaal niemand anders dat vreemd vond, dat iedereen het heel normaal vond dat die dingen zo gingen als ze gingen. Terwijl ik dacht, maar
eigenlijk, als je er goed bij nadenkt, is dit waanzin. Een van de allereerste dingen die ik bedacht is toen ik in de kleuterklas kwam. Dat was toen nog een kleuterklas waar we met z'n allen tegelijkertijd hetzelfde werkje deden. En ik keek rond en ik denk, maar dat kan toch niet dat iedereen op dit moment zin heeft om ditzelfde werkje te doen? Waarom zitten we dit allemaal braaf te doen? Waarom zitten we allemaal iets te doen wat we niet leuk vinden? En waarom snap ik niet waarom we hier iets van leren? Dat had mij geholpen als er een juf was geweest. Ze zei, we doen dit, want dat helpt je op die en die manier. Dan had ik gedacht, oké, maar dan hebben we een reden om dat te doen. Zo waren er een heleboel dingen waarvan ik dacht, waarom doen we dit zo? En waarom vindt niemand dit gek? Dus als er een man een auto instapt, wat handelingen verricht die je normaal verricht voordat je wegrijdt, en dan inderdaad ook wegrijdt, dan kan ik me voorstellen dat dat dus een verrassing is, dat iets gebeurt zoals je verwacht dat het gebeurt. En dat je daar dus, omdat dat een verrassing kan zijn, en omdat je verrast wordt door het feit dat zoiets gewoon een verrassing kan zijn, dat je daar een gedicht van maakt. En toen dacht ik, gedichten zijn heel bijzonder. Er zit een heleboel van dit soort hele korte, hele gewone gedichtjes in, die ik toen dacht van, oh maar wacht eens even, je kunt dus alles waar je jezelf over verwondert, daar kun je dus gedichten over schrijven. En ik vond dat magisch. Dus ik ben heel blij dat ik dit boek weer terug heb. En dit was dus echt mijn, toegangspoort naar gedichten. Mooi is dit.